Deze namiddag moet slachthuis Rijkaard in Eeglo de deuren sluiten. Voor de zaakvoerder een totale verrassing. Eigenlijk als een bom. Ik had het niet verwacht. Ik heb deze middag een telefoon gekregen van iemand van de pers om mij dit te melden. Dat vind ik al betreurenswaardig om op die manier te moeten gecontacteerd worden voor dergelijke activiteiten. Minister Wijt zegt dat het een drastische beslissing is, maar wel een noodzakelijke. Op een jaar tijd zijn er tot 4 keer toe ernstige overtredingen vastgesteld. Eind 2020 werd vastgesteld dat varkens levend werden overgoten met heet water, nog voordat ze bedwelmd waren. Ook nadien hebben we dan moeten vaststellen dat dieren echt geslagen werden, dat er elektrische prikkelaars, noemt men dat, maar zijn stokken die een elektrische schok geven, dat je mag die enkel bij uitzondering en in noodgevallen mag je die gebruiken, dat die eigenlijk systematisch gebruikt werden en waardoor dat dieren echt mishandeld worden. En dus we moeten daar gewoon weg ingrijpen, omdat betrokken slachthuis meermaals is geattendeerd echt op niet alleen gewoon klachten, ook PV's, dus dat we echt processen verbaal hebben opgesteld tot 4 keer toe. En uiteindelijk wil men maar niet luisteren en wie niet horen wil, die zal moeten voelen. Er zijn wat problemen geweest, maar die zijn uiteraard oplosbaar en zeker niet in die mate om dergelijk mooi bedrijf, familiaal bedrijf, die eigenlijk ten dienste staat van de regio, te sluiten. U vindt de sluiting dus onterecht? Voordat ik mij mocht verdedigen tegen woensdag, en daar denk ik dat ze in de fout gegaan zijn, eigenlijk wel, ja. Pas als de uitbaters de werking structureel veranderen, kan het slachthuis opnieuw openen, zegt de minister. Ik ga toch proberen contact op te maken met de dienst Dierenwelzijn in Gent, van de inspecties. Ik ga die mensen uitnodigen om mijn voorstellen en mijn punten aan te halen welke er moeten aangepakt worden om te verbeteren en om terug te kunnen verder werken. Want we staan tenslotte ten dienste van de hoevenslagerijen, van de lokale beenhouwer, van het lokale veegebeuren om die slachtingen te doen.